Yes, over een aantal weken is het dan eindelijk zover. Dan gaan we beginnen met seizoen 2 van The Game Room Fun. Het heeft een aantal jaren geduurd, maar dan heb je ook wat. Oftewel, we gaan langs bij bekende Nederlanders, YouTubers, Twitch-streamers om te kijken hoe zij zitten te gamen in hun room. Nou ja, we gaan kijken hoe die eruit ziet. We gaan niet zitten te kijken hoe ze gamen. Ja, daar zijn we dan in het huis van Ralf Makkemach, Kwebbelkop, Ruud Veldkamp, Sif HD, Arie Komen. En laten we maar beginnen met de grote. 1, 2, 3, 4, 5. Een 8 voor de grote van Jordi's Game Room. Eindcijfer van de Game Room van Robert is een 8,3. Ja! 8,6! 6! Ja. Maar voordat we losgaan met dit tweede seizoen, leek het ons ook juist heel erg tof om te gaan kijken in de gamekamer bij jou. Nee, we komen niet bij je langs, maar je kan je foto's en je video's kan je opsturen via ons Discord-kanaal of via redactie@pu.nl via de mail. En dan, want misschien ben je wel heel trots op de muur van OLED-televisies die je hebt gebouwd. Of misschien heb je je hele setup wel ingebouwd in je bureau. Of heb je de vloer bekleed met de complete gamecollectie. Het kan allemaal. Dus stuur dat in en dan gaan wij er naar kijken. Kunnen we de video's over maken. En de mooiste, gezelligste en misschien ook wel bruutste game rooms kunnen we wekelijks belonen met een mooie prijs. Nou, lach toch? En we moeten natuurlijk ergens beginnen. Dus ik dacht, laten we gewoon bij mij beginnen. Gewoon even kijken in mijn game room. Dus ik pak deze jongen en ik neem jullie mee. Yes, daar gaan we. Welkom in mijn game room dus. Oftewel de plek waar ik eigenlijk elke dag werk, mijn spelletjes speel. En ik ga je even meenemen door mijn kamer. Hij is niet gigantisch groot. Hij is denk ik, 3x4 of zo, 12 vierkante meter. Niet gigantisch, maar ruimte zat als je hier in je eentje aan het werk bent. Ik heb hier de selfie-cam aanstaan. Aan de andere kant zie je ook meteen wat ik zie. En wat ik nu zie, ik kijk naar mijn setup. Hier zit ik dus eigenlijk elke dag. Opvallend zijn natuurlijk de twee Elgato Keylights. Die gebruik ik om mijn snoetje te verlichten. Daartussen staat de Panasonic Lumix GH5. Eigenlijk de camera die ik gebruik om alles op te nemen. Zodat ik, best wel een fijne camera. Handig. Dus zoek je nog een mooie systeemcamera. Die kan ik wel aanraden. Natuurlijk de mic van Elgato heb ik hier ook staan. De Wavelink 3. Fijn Mikey. Toetsenbordje, muisje, niet heel erg bijzonder. Maar best wel een groot scherm. Ultra-wide van Samsung. Handig voor als je meerdere schermen naast elkaar open wil zetten natuurlijk. Niet zo fijn om op te gamen. Je hebt al heel snel die zwarte balken ernaast. Maar voor de games en als ik aan het streamen ben, gebruik ik die. Deze is een hele oude van Acer. Maar doet het eigenlijk prima. Lage response time, mooie kleuren. Dus daar ben ik eigenlijk nog steeds wel blij mee. Stream Deck gebruik ik ook. Kijk, hier zou ik eigenlijk de lampen mee kunnen bedienen. De Elgato Keylights. Maar die dingen werken op wifi. En ik heb hier heel slecht wifi bereik op zolder. Want ik zit op zolder. Dus dat doet het 9 van de 10 keer niet. Ik heb ook een Hue-lamp achter me staan. Die kan ik daarmee ook mee besturen. Maar die Stream Deck gebruik ik vooral voor streamen. Want het heet ook een Stream Deck. Om scènes mee te wisselen, gelijkstien te starten en dat soort dingen. Gaan we beneden naar mijn... Ik schaam me daar eigenlijk een beetje voor. Want dan zie je dat. De PC is geen game PC, het is een paar jaar geleden misschien wel, maar ik gebruik het nu vooral om op te streamen natuurlijk en om te werken. Maar kijk nou, oi. Wat een zootje. Kabelmanagement geef ik mezelf een 2 of een 1. Er is nul kabelmanagement, het ligt daar gewoon. En je ziet ook, het statief balanceert erachter op een doos. Kan ik ook niemand aanraden, dus snel weg hier. De retrohoek. Ik heb gewoon een retrohoek. Het is het gewoon. Dit is een hele oude 720p HD Ready televisie. Met eraan een soort van ding waar 1001 oude games op staan. Natuurlijk niet helemaal legaal, maar. En deze Iron Man statue heb ik meegenomen uit Japan. Met een plant. Want iedereen heeft een plant nodig. Deze vind ik wel heel lijp. Deze heeft Romano Molenaar voor mij getekend. We waren voor Inside Gamer ooit een keer te gast bij hem thuis. En toen deze tekende hij gewoon binnen 2 minuten had hij die gewoon op papier staan. En een mooie foto van een pinguïn. Want iedereen kan wel een foto van een pinguïn gebruiken op zijn kamer.
Goed, het meest opvallende van mijn kamer is misschien toch wel deze kast met al mijn speelgoed, poppetjes. Bovenin wat boeken, comics, Marvel Encyclopedie, Special Edition van Halo 5. Die houden de boeken bij elkaar. Maar hier hebben we een Hitman, Agent 47. Daarnaast staan wat Skylanders. En die zijn bijzonder en zitten nog in de verpakking, want die kon je alleen krijgen op evenementen. Dus op E3 en op Gamescom. Die waren ooit heel veel geld waard, maar nu nog maar €2,50 of zo. Maar toch vind ik het tof om te bewaren. En hier nog wat statues. En vooral die van Tekken. Tekken 7 is bijzonder. Die heb ik namelijk gekregen van de Harada himself. Of de man die Tekken 7 heeft gemaakt. En hij heeft hem ook getekend. Zijn handtekening staat eronder. Dus daar ben ik heel blij mee. Hieronder wat spul uit mijn jeugd. He-Man. Ninja Turtles. Transformers. X-Men. Hier een perskit van Batman. Genummerd. Er zijn er volgens mij ook maar 2000 van of zo. En daar ja, de statue. Als je ons een beetje volgt, heb je die wel heel vaak gezien. Die heb ik ooit geruild met Jan voor een paar schoenen. Jack and Jaxter statue. Ben ik nog heel blij mee. En hieronder. Misschien nog wel het ding waar ik meest blij mee ben in mijn collectie. Is dit boek. Dit boek heb ik namelijk gekregen van Dennis Monster Wonderspons voor mijn verjaardag in 2009. En als je nog een keer een vet boek wil lezen over rock'n'roll, dan moet je deze checken. Dat is echt heel tof. Dan gaan we door naar een televisie. Heb ik nu op aangesloten een Xbox Series S. En dit is een 1080p tv. Gebruik ik eerst als tweede monitor. Maar nu als televisie om een beetje op de game en als om spul af te draaien achterop als ik gameplay nodig heb. Dan gaan we door naar de andere kast. En wat opvallend aan deze kast is, nou, de PSP, PS Vita. Daar de Xbox Hall of Fame trofee, Far Cry Special Edition ding. Masker van Power Rangers. Ik vind Power Rangers weer dope. Daarom. Kijk, want ik vind Power Rangers dope, maar deze heb ik meegenomen uit Japan. En die heb ik daar gekocht. Ik zag ze daar staan en dacht, nou ja, die moet ik hebben. Dus die heb ik meegenomen uit Japan. Hieronder nog wat Amiibo en Disney Infinity dingen. En misschien ken je deze nog wel, als je ons een beetje volgt. Hiermee heb ik ooit een keer de Goodie Hunt gewonnen op de Heroes Dutch Comic Con. Dus dat. Nou, hier staan nog wat. Ja, dit rek wordt altijd geroofd door mijn kids. Als ze hierboven komen, nemen ze van alles mee hieruit. Dus stelt nu weinig meer voor. Maar bijvoorbeeld dit poppetje kon je alleen krijgen als je bij de persconferentie van Bethesda was. Hetzelfde geldt voor deze. En deze ook volgens mij. Maar dan voor Ubisoft en Nintendo. Oh, natuurlijk. Belangrijk. De troon waarop je zit. Ik heb hier een game chair van Cooler Master. De oplettende kijker heeft misschien wel gezien dat je die ook bij ons kon winnen. Het zou deze moeten zijn die je kon winnen, deze game chair. Alleen ik kreeg hem niet meer uit elkaar toen we hem winnen hadden. Dus ik had lief gevraagd of ze er nog eentje hadden. Zodat we niet deze hoefden op te sturen. Dan had hij waarschijnlijk kapot gegaan, maar dat ze een nieuwe hadden. Dus ik heb nu dezelfde als de winnaar. Lijkt toch? Nou, dit was mijn zolderkamer / game room. En die van jou is natuurlijk veel toffer. Daar heb je veel meer je best op gedaan. En is veel minder een bende zoals de mijne. Deel die met ons. Dat doe je via ons Discord kanaal. De link staat in de beschrijving. Of je kan gewoon je foto's en je video's mailen naar redactie@pu.nl. Dan gaan wij volgende week misschien wel naar jouw game room kijken. Gaan we hem ranken. En de mooiste, gezelligste, bruutste, misschien juist wel de lelijkste game room krijgt van ons een mooie prijs. En dan gaan we met z'n allen opleven naar een nieuw seizoen, de Game Room van. En wil je dit niet missen, vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal. Dan zit je sowieso vooraan met het laatste nieuws over alle game nieuws in de wereld van de videogames. En zie je allemaal mooie game rooms. Wat wil je nog meer?